Kim Hofman, presentator van BNN, reist met een trein door het land om jongeren naar de stembus te krijgen. Dat is natuurlijk super dom en ook levensgevaarlijk. Gevaarlijk! Treinen zijn gevaarlijk. Dat weet iedereen. Jongeren zijn helemaal niet geïnteresseerd in politiek. Ik weet zelf nog amper wat ik gestudeerd heb, laat staan dat ik nog weet wat de politiek toen deed. Jongeren denken maar aan één ding. En dat is seks, drugs en seks neuken. Als je jongeren geïnteresseerd wil krijgen in politiek, dan moet je het verbieden. Want dat vinden ze leuk hoor, die kinderen. Dingen die verboden zijn. Je moet de stemgerechtigde leeftijd verhogen naar 25 jaar. Dan moet je eens kijken hoe graag 18-jarigen willen gaan stemmen hoor. Dan willen ze het wel. Op die stempas moet je een sticker plakken waarop staat: stemmen is dodelijk. Of van stemmen word je impotent. Of zo'n sticker erop met zo'n rotte lip, weet je. Nou, moet eens kijken hoe hard ze gaan stemmen. Tim Hofman vindt ook dat de politici taal moeten gebruiken. Zoals chill en vet. Ja, gaan we doen, Tim Hofman. Vet cool. Doe normaal, idioot. Als ik jong was, ging ik vooral niet stemmen door Tim Hofman. Ik zeg, laat die jongeren met rust. Ze blijven lekker chill in het stemhokje. En laten we eerlijk zijn, mensen: je hebt toch ook geen zin om naar een stemhokje te gaan waar net een jongere in heeft gezeten? Echt niet.